Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wierke. Sinterklaas is een bijzonder fenomeen. Ook dit jaar arriveert hij weer vrijwel tegelijkertijd in Reewijk, Dorp, Brug, in Waarder, Driebrugge, Nieuwebrug en gelukkig ook in Bodegraven. Hoewel dat even in de soep leek te lopen en daar gaan we het over hebben. Aan tafel twee vertegenwoordigers van het comité Sint Intocht Bodegraven. Diana van Kippersluis en Han van der Hoorn. Hartelijk welkom. Dank u. Kunnen jullie in het kort uitleggen wat de rolverdeling tussen jullie is? Wil jij daarmee beginnen? Ik ben eigenlijk een beetje de oprichter van dit verhaal, zeg maar. De initiatiefnemer, de dader? Ik heb jaren in de Sinterklaascommissie voorheen gezeten. Die voorheen het feest organiseerde? Ja, maar ja, we hebben eigenlijk de stekker eruit getrokken in verband met de gemeente dat we eigenlijk niet genoeg financiën op de baan kregen. En te weinig ondersteuning vanuit de gemeente en anderen. Ja, want het was een negatief verhaal. Ja, dus toen moest er iets gebeuren. De gemeente is bij mij gekomen en die hebben gevraagd van Gordiaan, wil jij het doorzetten? Toen was de stekker er al uit. Toen was de stekker er al uit. En ik zei, ik ga erover nadenken. En na een weekend nadenken dacht ik, ja, de kinderen in Bodegraven kunnen toch niet zonder intocht van Sinterklaas. Nee, als we overal Sinterklaas binnenhalen. Dat kan echt niet, nee. Dus toen zei ik, ik ga ervoor. Toen heb ik Barbara en Jasper, die zaten voorheen ook in de commissie, die heb ik benaderd. Ik zeg, joh, wat vinden jullie er eigenlijk van? Nou, die zeiden, we gaan het doen. Maar waarom waren jullie dan eerst van overtuigd dat de stekker er wel uit moest? Nou, omdat het was gewoon ook, er werden veel eisen gesteld door de gemeente. Hè? We hadden met veel dingen te maken. Als je met de boot aankomt, moet je bijvoorbeeld een reddingsbrigade. Ja, duikers op de boot. De duikers op de boot. Bewakers bij de brug. Veel EHBO, dat kost allemaal heel veel centen. Ja, dat is dat gewoon. Was verplicht. Hè? Dat stond allemaal in het draaiboek. Ja, dat stond allemaal in het draaiboek. Was allemaal verplicht. Ja. Dus we gaan nu iets goedkoper. Maar toen dachten jullie met z'n drieën, we gaan het gewoon doen. Ja. En hoe? Dat wisten we toen nog niet. Daar gaan we zo op door, maar waar kom jij dan in beeld? Nou, op een gegeven moment wisten ze dus een beetje van wat ze wilden. Toen hebben ze Sinterklaas Centrale Bodegraven hebben ze gevraagd. En wat is Sinterklaas Centrale Bodegraven precies? Sinterklaas Centrale, wij bestaan al 55 jaar. En wij verzorgen bedrijfsbezoeken en huisbezoeken bij de mensen thuis. Als Sinterklaas met een gevolg van Pieten. Ja, Sinterklaas en twee Pieten komen dan op huisbezoek en wij spelen eigenlijk... wij spelen al jaren alleen voor het goede doel. Wij spelen dus niet voor jezelf, maar echt om het geld weer te doen. Elk jaar proberen wij een doel te vinden wat aansluit bij de Sinterklaasgedachte. Dat moet dus altijd iets te maken hebben met kinderen. Ja. En dit jaar spelen wij voor Kinderkanker Nederland. Ja, best een goed doel. Vinden wij. En als je al 55 jaar bestaat, dan heb je een aantal Sinterklaasen in het archief zitten. Dat klopt. Ja, want hoeveel Sinterklaasen zetten jullie in? Meestal zo rond feestdagen zo 4 Sinterklaasen. 4 Sinterklaasen. Ja. Er komt er maar 1 in Bodegraven. Er komt er 1 in Bodegraven. De echte komt, hè? Wij zijn de hulp Sinterklaas. Ja, de hulp Sinterklaas. Wij zijn zeg maar het reisbureau van Sinterklaas. En in het verleden leverden jullie niet de Sinterklaas? Nee. Ver verleden wel. Op een gegeven moment is er een andere opzet gekomen. Prima. Andere Sinterklaas gekomen. Prima intochten gehad en nu tijd voor iets anders. En toen kwamen jullie met z'n drieën tot het idee, we gaan het doen. Ja. Dan zoek je contact met de Sinterklaascentrale en dan kom je tot elkaar. We hebben eerst de Rebo Nieuws benaderd. We hebben iemand van een bedrijf benaderd. Van kom er eens bij je zitten. De Sint in Actie kwam erbij. De Sinterklaascommissie en iemand van de gemeente. En wij hebben met elkaar een plan opgesteld van, hoe willen wij dit nu gaan aanpakken? Ja. En hoe kunnen we zo goedkoop mogelijk in het dorp een heel mooi Sinterklaasfeest neerzetten? Gewoon een heel ander concept dan het was. Ja, zeker. Ja, eigenlijk zijn jullie opnieuw begonnen. We zijn helemaal op nul begonnen en we gaan gewoon, Ja, want in het verleden, je zei het al, er werden veel eisen gesteld. Ja. Het had te maken met de aankomst met de boot. Ja. Wat dit jaar toch niet gekund zou hebben. Nee, dat zou niet gekund. Nee. Maar veel eromheen en dat hebben jullie allemaal weggestreept. Dat hebben we weggestreept en we gaan nu alleen voor het Raadhuisplein. Maar de gemeente zag dat ook meteen zitten? Ja, die zagen het helemaal zitten. Die waren heel meewerkend dit keer. Ja. En die zeiden ook tegen ons, er moet gewoon een leuk Sinterklaasfeest komen. Ja. En dan maar wat simpeler. En to the basic. Maar wat is simpeler als voor de kinderen? We hoeven geen tour door het dorp met een paard, gelukkig. We hebben geen boot, we hebben geen EHBO op de kade. Hè? Dus er zijn geen gevaarlijke dingen wat we allemaal tegen kunnen komen.
Dus we gaan nu gewoon voor een beetje simpel. Ja. Ja, komt Sinterklaas wel op het paard? Dat is nog een verrassing, want nou, we ja, hebben kijk, wel een probleem. Dat is natuurlijk wel een, nou niet alleen een probleem, maar Sinterklaas weet het allemaal nog niet zo goed. Van Sinterklaas is nog aan het denken. Ja, dat ook. Van ja. Wat is nou de beste manier om aan te komen? Oké, okay, maar dit is serieus. Dit is serieus. Je moet daar een goed plan hebben. Ja, klopt. Zeker. Het moet veilig zijn. Het moet veilig zijn. Kijk, het is een kinderfeest. En het moet voor de kinderen leuk zijn. En of je dat nou doet met een intocht of een... Wij willen denk ik gewoon een mooi feest gaan maken op het plein. Feest, ja. Om gewoon zo goed mogelijk Sinterklaasfeest neer te zetten. Ja, en dat voor is, de dat, kinderen. Voor de kinderen, want dat is waarvoor je het doet. Wat is nu de rolverdeling tussen jullie? Of is het gewoon één comité inmiddels? Wij als Sinterklaasorganisatie, of Sinterklaascentrale zijn uitvoerend. Jullie doen wat daar wordt bedacht. Ja. Dus en wij maken alle plannen. Wij zorgen voor alle sponsors om die binnen te halen. Daar gaan we het nog even over hebben. Want dat dus is, dat is ook heel belangrijk in dit verhaal. En daar hebben we het wel rete druk mee. Maar ik moet wel zeggen dat Bodegraaf op zijn kop staat door dat enthousiasme van ons. Hebben we toch overgebracht naar de mensen. Het gaat goed. Ja, supergoed. Echt waar. Hoeveel tijd steek je erin? Eigenlijk wel al mijn vrije dagen zitten. Eigenlijk elke dag dat ik aan de telefoon zit. Ja, dat is wel... Maar je lacht er nog breed bij. Maar het is superleuk. Okay, ja, ik word ook blij van de mensen nu. Want de mensen zijn ook blij met ons. Dus wij zijn ook blij met hun. Jullie zijn nog met z'n drieën? Er zijn nu wel wat mensen bijgekomen. We hebben de jongen van de Zico uit de Vromanen. De sigarettenboekenwinkel. Ja, dat die jongen is ook reter enthousiast, die jongen. Ja. Die hebben we er ook bij betrokken. Dat wilde hij graag. Hij belde mij op een middag op en hij zei, Diaan, kan ik aansluiten? Ik zeg, natuurlijk. Ja. Iedereen is welkom. Iedereen. Ja. En wie dat dan ook mag zijn, kom er gerust bij. Ja. Sinterklaas komt in Bodegraven op 16 november. Klopt. Maar dan komt hij ook aan in 5 Heerlanden en nog 86 andere klopt. Plaatsen. En dat maakt kinderen niks uit, geloof ik. Nee, zeker niet. Nee, die denken er niet over na. Nee hoor. Hij komt ook een paar uur later bij hij ons. Komt later. Ze kunnen eerst tv kijken. Ze kunnen eerst tv kijken en daarna kunnen ze gezellig. Hoeveel kinderen verwachten jullie op het plein? Wij verwachten wel rond de 1000 mensen. Ja, want er zijn natuurlijk ouders. Ouders, opa's, oma's. Ja. Moeten daar maatregelen voor getrokken worden? Het hele Raadhuisplein wordt op die dag wel afgezet met hekken. Dat doet de gemeente natuurlijk. Ja, zodat we het veilig af kunnen sluiten. Zodat er geen kindjes onder een auto kunnen komen of over een hekje klimmen. Dat is of... beter, hè? Het is gewoon veilig. Ja, het moet veilig. Maar wie betaalt dat, al die hekken? Want dat was een van de problemen in het verleden. Die hekken die worden gesponsord. Door? Versluistechniek. Ja, dat is de grote sponsor. Dat is de grote sponsor in dit dorp voor dat soort dingen. Maar die doen weer volop mee en die zetten de hekken. Die leveren ook de verkeersregelaars nog. Wij hebben geen verkeersregelaars nodig dit jaar. Want iedereen komt naar het plein. Iedereen komt naar het op plein. Op eigen gelegenheid. Er komt een soort ingang bij het plein. En daar ga je door een sluis naar binnen. En dan kom je in het feest. Wat houdt een sluis in dit verband? Een soort dat we een poort maken waar de mensen naar binnen kunnen. En nou ja, dat ze niet van alle kanten het plein op kunnen. Nee, ze kunnen niet van alle kanten het plein op. En waarom is dat? Want dat is ook om het veilig te houden en klein te houden. Dat is, maar wat maakt het uit als mensen niet binnen de hekken staan? Nou ja, dan moeten we verkeersregelaars en moeten we weg gaan afsluiten. Okay. En ook daar moeten we weer extra vergunningen voor regelen. En dat gaan we nu gewoon allemaal niet doen. Nee, je houdt het heel simpel. We houden het simpel. Wat is het verschil met het draaiboek van afgelopen jaar? Is het nu een paar A4'tjes? Of was het toen een dik boek? Of? Toen was het wel een dik boek en nu is het eigenlijk wel een paar A4'tjes geworden, ja. 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 En hoe zit de gemeente daarin? Want het is een van de problemen was, dat gaf je al aan, de regelgeving ook door de gemeente. Ja, zeker. Ze zijn wel meewillend ook en ze denken ook echt wel mee. Als ik een vraag heb, kan ik ze bellen. Ze helpen ons ook met oplossingen te zoeken, dus ze hebben ook heel veel meegedacht. Dus eigenlijk ben je tevreden over onze gemeente? We zijn heel erg tevreden over hoe de samenwerking met de gemeente nu gaat. Dat is mooi. Kun je iets vertellen over het programma dat op ons afkomt? We hebben namelijk een programma op het plein voor de kinderen. Dat Sinterklaas komt ten eerste natuurlijk aan. Dat gaan we nog niet verklappen. Nee, dat wordt leuk. Dat wordt een hele ludieke actie. Echt superleuk, ja. En ik verwacht ook dat de kinderen allemaal om 14:15 toch wel allemaal op het plein verzamelen. Want dan kan je alles zien. Ja. En daarnaast hebben we nog de scouting kunnen regelen. Die komen met allerlei spelletjes.
Op het plein? Op het plein. We hebben nog 2 springkussens gesponsord gekregen. Daar kunnen kinderen op springen, mits het weer het toelaat. Ja, dat is nog even afwachten. Ja. En we hebben een lekkere warme chocomelkraam hebben we kunnen regelen. We gaan ook nog een pietendisco houden. Dat is van 3 tot 4. Dus Sinterklaas komt van 2 tot 3 op het plein. Die gaat dan vertrekken. En wij gaan dan lekker pietendisco houden met alle pieten. Oké. Als je het zo bij elkaar zit, dan gaat het best wel wat centen kosten. Ja, dat klopt. Wat voor bedrag denken jullie aan? Is daar iets van te zeggen? Want je moet toch maar sponsors vinden. Dat is heel moeilijk te zeggen, want we worden nu heel veel door bedrijven benaderd dat ze alles belangeloos willen doen. Omdat ze toch ook die inzicht in het dorp willen hebben. Ja, en belangeloos doen, dan helpen ze bij de organisatie. Er wordt van alle kanten gesponsord. Zoals? In spullen, in eten en drinken, voor alle vrijwilligers. Dus ja, dat is gewoon enorm fijn. Er is een saamhorigheid gecreëerd. Nou, daar mag daar ik word je u blij tegen. Van. Ja, daar leuk moet ik voor u tegen zeggen. Super. En als je dan zegt saamhorigheid en je zegt vrijwilligers, over hoeveel mensen praten we? We hebben ongeveer 50 vrijwilligers. Nu al? Ja. Die hebben zich gemeld? Die hebben zich allemaal aangemeld. En dan is Sinterklaas nog niet genoemd? Nee, die zit daar nog niet bij. Want dan gaat het even naar de Zwarte Pieten. Wie levert de Zwarte Pieten? Dat leveren ook wij. Oh. Daar zijn we ook naar op zoek gegaan. Ja. Ja. En die hebben we ook bij elkaar kunnen krijgen. Ja. Dan is het altijd een issue in deze tijd. Tegenstanders spreken over een symbool van racisme. Voorstanders zeggen het hoort bij Nederland. Dat hoort deel van het systeem. Maar je ziet steeds meer roetveegpieten. Ja. Is een feit. Ja. Wat gaan jullie doen? Wij gaan toch voor de roetveegpieten. Ja. Ook ja. Geen discussie? Geen discussie. Nee, over roetveegpieten. Kijk, en als er dan een piet bij zit die denkt van ja, ik werk met de kinderen in het dorp. Ik wil toch graag wat donkerder. Of want wat dat meer. Kan. Dat ja, kan het. Maar, herkend, maar in principe zeggen we gewoon roetveegpiet. Want gewoon Zwarte Piet, dat is niet meer van deze tijd. Nee. We moeten wel met de tijd meegaan. Sinterklaas die komt in 2024 aan in Nederland en niet in 1898. Nee, het is nu. Nee. Dus we zitten nu. Als ik in de archieven kijk van Sinterklaas Centrale van de afgelopen 55 jaar, dan zie je die Piet ook gewoon heel langzaam veranderen. Ja. Daar zie je echt een heel groot verschil in. De Piet nu en zeg maar de eerste Pieter, dat is een wereld van verschil. Ja, toen ik jong was Piet eng. Dan kreeg je een dreun van Piet. Maar dat is, mijn kinderen waren niet meer bang. Nee, dat is veranderd. Nee, en dat gaat door. Ja. Dat bedoel en precies, dat is een dynamisch proces. En ik snap de tegenstanders van Zwarte Piet, snap ik. Maar ik snap de voorstanders ook. Het is een discussie die kan je nooit winnen. Nee. En die moet je ook niet willen winnen. Ik denk, probeer aan iedereen recht te doen. Ja. En ik denk, als we recht doen aan Piet, dan wordt het een roetveegpiet. Ja. En hoe belangrijk is dit evenement voor jullie centrale? Helpt het jullie in de activiteiten? Want jullie doen het voor het goede doel, niet voor jezelf. Nee, klopt. Wij hopen gewoon aan het eind van de rit een heel mooi bedrag voor Kinderkanker Nederland bij elkaar te halen. En alles wat we daarvoor moeten doen in de Sinterklaaszeit, doen we daarvoor. Normaal gesproken hebben we twee bedrijfdagen. Dat is, dit jaar is dat 23 november en 30 november. En wat houdt dat in? Dan gaan we met de Sinterklaassen naar de bedrijven toe. Dan doen we Sinterklaasfeesten op bedrijven. En we hebben... Het zijn twee zaterdagen. Dat zijn twee zaterdagen en die zitten meestal helemaal vol. Dus 2 keer 8 bedrijven. En dan op 1, 4 en 5 december doen we de huizenbezoeken. En nou, hoeveel zijn dat er gemiddeld? Vorig jaar hadden we 100 huizenbezoeken. 100 huizenbezoeken? Ja. Over aardig doorbeunen. Dat is toch? Ja, dat is behoorlijk doorwerk. En dat betekent gewoon elke Sinterklaas gaat met 2 Zwarte Pieten of met 2 Pieten op pad. Er is een chauffeur bij, er is een achterban op de jeugdzolder van de kerk, want dat is onze kleedkamer. Dus er zijn een heleboel mensen in touw om al die huisbezoeken vorm te geven. Dat zijn andere vrijwilligers dan waar Diane over spreekt. Ja, maar ook onze pieten doen ook mee. Dus we hebben ongeveer, ik denk dat we in totaal iets van ruim 20 pieten hebben straks lopen op het raadhuisplein. Zelf staat op 21 nu. Ja. Ja. En still counting, er komen er nog bij? Of weet je we hebben een reservelijst aangemaakt nu, want we hebben anders niet genoeg kledij. Ja. Oh, dat is een luxe probleem. Ja, maar het zijn wel problemen maar bij het is wel fijn. En ja. Prettiger dan dat je moet scooieren. Ja, dat klopt. Ja. En dan hebben we het over sponsoren, dat gaf je al aan. Ja. Bedrijven melden zichzelf. Ja. Dus is er veel blijheid over het feit dat er weer een Sinterklaas is? Ja, maar ook omdat wij wel hebben gezegd van we gaan nu wel voor een Sinterklaasfeest waar alles zeg maar duurzamer gaat worden.
We gaan ook voor... Dat moet je zeggen tegenwoordig, wat je ook doet. Transparantie, daar zijn we ook heel erg van. Wat houdt dat in? Nou ja, wij willen gewoon, bijvoorbeeld bij de Rotary zijn we gewoon een avondje geweest om te vertellen van wat gaat het nou precies inhouden? Waar gaan jullie je centen aan geven? Want de Rotary betaalt mee. De Rotary zit erin. Ja, er zit heel veel... Ja. Nou, er zijn heel veel bedrijven eigenlijk wel... Bedrijven en serviceorganisaties. En serviceorganisaties, ja. Dus, ja. Nou, het wordt allemaal prachtig en het is mooi dat het doorgaat. En is het één keer en doorgaan of is het één keer en nooit meer? We hebben afgesproken dat we voor meerdere jaren doorgaan met elkaar. Met het groepje wat je nu met de groep die we nu hebben, ja. Oké, okay. Nou, Sinterklaas blijft naar Bodegraven komen. Zeker. Prettige gedachten. Ja. Ik hoop op een prachtig feest met heel veel kinderen. Een beetje mooi weer, hebben we niet in de hand, maar ook, weet ik, toen mijn kinderen nog klein waren, als het regent, vinden ze het ook leuk. En dan maakt het niet uit voor de kinderen. Het wordt gewoon mooi. Heel veel plezier en heel veel succes met de organisatie. Dankjewel. U thuis, dank voor het kijken en wij keren terug met een nieuwe aflevering van Tussen Rijn en Wierike. Tot ziens.